Dit is een baton en dit is een attribuut. Dat gaan Nienke en Sirin gebruiken aanstaande zaterdag. Want dan is het Europese kampioenschappen. En dat is wel heel bijzonder dat zij daaraan mee mogen doen. Wij mochten erbij zijn toen ze voor sponsoren hun show opvoeren. Dear people of the world, I, Willy Wonka, have decided to allow 5 children to visit my factory. 5 golden tickets have been hidden underneath the wrapping paper of 5 ordinary Wonka bars. I found it! The last golden ticket! You did it, Charlie! I never thought I'd see the day when I would face the world and say, good morning, look at the sun. I never thought that I would be slapping the lap of luxury, but I have said it couldn't be done. But it can be done. Yes, it can be done. We never ever dared to think that there would be a golden time when fame in a glorious golden blink our lives would become sublime. We hebben net jullie mooie uitvoering gezien. Hoe vonden jullie dat het ging? Goed. En Nienke, wat vond jij ervan? Ook wel goed, alleen een paar onnodige dropjes. En voor de rest niet zoveel. Wat zijn onnodige dropjes? Dat je eigenlijk de baton niet hoeft te laten vallen. En dat gebeurt dan toch. Maar wat gaan jullie nou zaterdag doen? Nou, dan gaan we voor nog meer publiek ook deze show doen. En dat is voor het? EK. Het EK. Ja. We zijn dan Nederlands kampioen, hè? Ja. Met hoeveel doe je dat? Weet je dat? Van de Nederlandse is ongeveer 125. Alleen van andere landen weten we het niet. Zo. Nou, maar het is wel heel knap. Ik vind het heel knap. Hoe oud zijn jullie? Ik ben 10. Ik ben ook 10. Allebei 10. En hoeveel heb je nou geoefend hiervoor? 2 jaar, denk ik. Ja, 2 jaar. 2 jaar geleden hadden we het idee om een show te maken met accessoires. Dus de showkorps of de showtwirl onderdelen. En deze 2 dames die hadden daar heel erg veel zin in. Dus toen zijn we na gaan denken over een thema. En zijn we uitgekomen op het vrolijke thema Willy Wonka. Okay. En dit ben je dus 2 jaar bezig om dit voor te bereiden? Ja, dat klopt. Ja, eerst dan train je de show, want iedere keer komt er weer een nieuw stuk bij. En ze moeten natuurlijk dansen met een baton, maar ook met die materialen. Wat is een baton? Een baton is zo'n majorettenstok, okay. Om maar zo te zeggen. Ja. Ja. En dat moet allemaal samenvallen. Nou, en dan doe je nog wedstrijden om ervaring op te doen. En nu zijn we 2 jaar later en staan ze hier. Ja. En dan gaan ze naar het EK. Ja, hoe gaaf is dat? Ja, heel gaaf. Ja, heel gaaf. En waar is dit vandaan gekomen? Het begint bij het twirlen en dat is een onderdeel van de twirlen, show twirl. Je maakt meer show door die attributen. Okay. Ja. Is dat een nieuwe vondst van de laatste jaren of was dat er altijd al dat ik het niet wist? Ja, het was er al wel, maar het was onderdeel van de majorette en dat heette het accessoire. Ja, we hebben nu eigenlijk in de twirl ingeburgerd, dus nu is het show twirl. Ja. Zijn jullie ook zenuwachtig? Nou, nu nog niet, maar ik denk dat vrijdag dat we wel zenuwachtiger zijn.